accelereren. Even opletten, dan gaan we hier die bocht naar rechts. Zo. Elke keer boven de 90 nog even. Ja, hier heel kort stukje rechts. Deze heeft 2 aangedreven wielen. Ja. Vorige quadroport die we reden, die had 4 aangedreven wielen. Je vertrouwt het niet helemaal. Even je denkt, recht. Ja, ja, nu kun je gas geven. Nee, niet al het gas. Niet al het gas. Dat is mooi. Dat je een wielspin en een knipperend ESP-lampje en dat is er maar door de 100 km per uur heen gaat. Oh, ESP was aan. Ja. Oh, oké. Dit was met ESP. Oh. Ja, dit is niet perfect weer voor deze auto. Nee. Maar wel perfect om erin te zitten. Lekker warm. Ja, aan de binnenkant zie je niet zoveel verschil, hè? Ik heb het even opgezocht. Oh, wacht, hier is de Trofeo. Ik weet niet of het te zien is. Trofeo. Dat is het verschil. 4 maanden geleden reden wij de... Nee, september was het. Je zou zeggen, sorry, september, niet 4 maanden. Het knippen er gewoon uit, of niet? Ja. In september reden... Dan moet je niet lachen, dat klopt, dat klopt de overgang niet meer. In september, wacht, stuur recht. En gas erop. Zo, dat was een ingreepje. En nog een keer. Oh, oh. Ja, als hij nu niet in had gegeven, waren we hier al gas reinigd. Maar ja, in september reden we de GTS. Nee, de Quattroporte 4 GTS. Nee, niet GTS, S, Grand Sport noemde dat. Ja, het was een Quattroporte S, Q4 Grand Sport. Ja. En de 4 vierwielaandrijving, de S is dan die V6. En deze heeft dus 2 aangedreven wielen minder en 2 cilinders meer. Dat is precies wat wij toen nodig dachten te hebben. Ja. En er is nu een Trofeo met 580 pk. Waarom hebben we die niet gereden? Ja, dat weet ik eigenlijk ook wel. Ja. Ondertussen hebben we... Regende toen? Nee. Het scheen de zon? Ja. Oké. Okay. Had ik toen een zonnebril op. Ergens dat er heel cool uit zat. Ik heb zo Carcelio. Zo met mijn spieren, maar dan kon je dat goed zien. Het is nu al in de winter is het allemaal weer ingezakt. Hè? Dus ik moet nu weer gaan trainen omdat dat allemaal weer... injecties. Kansen die je niet gaat. Van die poedertjes, dat doen al die andere YouTubers toch? Die verdienen daar ook veel geld bij. Scoopie erbij, hoi! Ach jongens, we wilden hier een inhoudelijk sterke video van maken. Weer mislukt. maar we reden inmiddels ook met de Ghibli Trofeo. Ook 2-wiel aangedreven V8. En dat was erg vermakelijk. Ja, precies dezelfde motor als dit. Dus we hadden goede hoop. Zeer goede hoop. Waarom praat je in de verleden tijd? Ja, waar begin ik? Zullen we eerst even neerzetten, de auto? Ja. Nou, neerzetten als gewoon in wat is positioneren. Maserati Quattroporte, gevoelsmatig zit het qua maat, zeg maar, is het ietsje kleiner misschien dan een 7-serie en een S-klasse. Maar dat is volgens mij niet zo. Dus het is 7-serie, S-klasse, Audi A8 concurrent. Maar dan zeg maar met Italiaanse flair, toch? Ja, wel een stukje groter dan een 5 of een E of een A6. Ja, dus daar is het in ieder geval niet. En qua prijs is het al helemaal niet te vergelijken. Met een Italiaanse auto, hè? Dan moet je helemaal niet zo over de prijs hebben. Nee, dat is niet. Oh, de mooie Italiaanse schoenen. Die zijn vast veel duurder dan die Nike's die je eerst aan had. Maar hier de ene doen maar zie je wel dat ze hier slingers. Oppassen. Ik rij even slingers in de weg. Ik ga even accelereren. Even opletten, dan gaan we hier die bocht naar rechts. Zo. Elke keer boven de 90 nog even. Ja, hier heel kort stukje recht. Oh, rustig. En nu weer een bocht. Nou, nee, het valt mee. Maar het is... Dit is de V8. Levendig. 3.8, 2 turbo's, 730 Nm, 580 pk. Dat is voor dit weer in Nederland. Ja, het is genoeg. Levendig. Levendig, ja. Maar, of winterbanden. Ja, winterbanden. Nou, dus, ik moet zeggen, ik vind er goed mee te rijden. Alleen het is wel echt gewoon af en toe tot 120 even dat hij hulp nodig heeft. En dit doe je niet om te showboten, hè? Dat is niet met die auto niet aan het demonstreren in de zijwaartse beweging. Nee, dit overkomt je gewoon. Dat klopt. Ja. Nee, het is niet bewust opwerken, maar... Ja, en dat is op zich ook wel weer leuk. Absoluut. Alhoewel ik me dan ook wel afvraag in dit formaat auto of je dat dan daarin zoekt. Wij wel. Ja. Toch? Wij vinden het toch gaaf? Ja, dat is waar. Goeie. Ja. Onze mening. Ja. Jouw mening en mijn mening. Ik vind het wel gaaf als er iets gebeurt. Ja. Het staat wel voor de lul als je een keer bij stoplicht hard weg wil. Ja. Ja, hier is het weer recht.
Nou, ik zag daar trouwens van die sporen, zeg maar. Okay. Iemand die ging net iets eerder op de gas. Ja, te vroeg. Nou, het voelt zeker niet langzaam. Nee. We hebben wel eens een quadrapporter gereden die wat... De Ford facelift, die voelde wat underwhelming ten opzichte van opgegeven vermogen. Ja, deze... Dat voelde hier niet. Nee. Wat weegt hij? Nee, geen idee. Oké. Okay. Fijn dat jij dat huiswerk hebt uitgeprint. Hij heeft ook een gewicht en dat is meer dan de Ghibli. Dat voel je wel. Dat voel je wel. En hij is ook echt wel naar de 100 een bakkie langzamer. 4,5 tel. De Ghibli doet het in 4,3. Nu in de regen. We kunnen even een... Hij heeft launch control, maar dat heeft volgens mij geen zin. Maar kan wel. En bij de Ghibli lukt het toch om dat onder het rijden te activeren? Ja, elektronica muiken. En even op. Is met ESP aan, hè? Maskerpoes. Vanaf de derde versnelling dan... Dan heeft hij grip. Ja. Dus onder dit soort omstandigheden zeker niet in die 4,5 tel naar de 100. Topsnelheid. Maar boven de 100. En inderdaad ver daarboven. Ah, echt, het loopt wel echt snoeihard door. Ja, ook dat kan ik nu eigenlijk met deze omstandigheden natuurlijk niet doen. Maar topsnelheid, very impressive. Want die Duitsers met hun begrenzers of 250 of van optioneel 270. Ja, maar dan moet je al slipcursus doen. Ja, slipcursus en weet je wel, een soort sanitieve verklaring inleveren dat je wel gezond bent en wat zo. Wat moet je hiervoor doen? Ik denk een dubbele espresso wegtikken zonder rilling en dan mag je gewoon... Dan mag je, ja, precies. En dan loopt die 326 km per uur. Echt heel hard. Ja. Dat harder dan de Ferrari F40. Dat is hier ook heel oud, maar dat was vroeger ooit zeg maar... Ja, dat klopt, dat was de auto van de wereld. Ja. En nu is dat gewoon een beetje luxe sedan. Bizar, ja. Nee, wat dat betreft... Nee. We gaan zo wat kritiekpunten zeg maar, uiten over de Maserati Quattroporte Trofeo. Maar gewoon hoe snel dit is en ook hoe makkelijk dat uiteindelijk gaat. Hè. We liepen natuurlijk heel erg de dolle wielspinnen en zo. Maar het is ook echt nu, het is nu heel nat. Dus, sommige van de rijbeelden dat je denkt, oh, het is misschien nog wel redelijk aan droog. En dat maar, was net voor deze bui. Ja, het is nu gewoon echt zeiknat. Dus, ja, zwaar. Kunnen. Klinkt voor, in ieder geval van buiten, voor een grote luxe sedan wel erg sportief. Ja, maar van binnen? Niet zoals de quadroporten van voorheen. Nee. Met atmosferische V8, maar ten opzichte van, ja welke dan? Ik wou zeggen de M5, maar dat was niet de concurrent. Ten opzichte van een 750i. Is dat een concurrent? Ja, die heeft dan weer een stuk minder vermogen. Hè? Was het in qua prestatie? Voor een grote sedan klinkt hij van buiten vrij sportief. Ja, ja, ja. Maar van binnen vind ik hem... Je hoort wel wat. Ja, maar het is meer dat blazen en gerommel inderdaad. Ja. Niet van het volle motorgeluid. Voor een uitlaatsysteem met een klep erin en zo, vind ik dat altijd... Ja. Die zet je open omdat je herrie wil. Ja. Maar dat is wel het nadeel van dit soort goede isolatie op dubbel glas. En weet je, het is wel echt wat dat betreft zeg maar een luxe limousine, een luxe slee. Ja, een slee. Maar we begonnen natuurlijk met dat ik in de verleden tijd over deze auto sprak. Dat geeft wel iets aan dat op de een of andere manier overtuigt hij niet. Nee. Niet zoals met die witte quadroporte, we hadden allebei zoiets van, oh, eigenlijk wel heel gaaf zo. Die had denk ik geen schuifdak. Ja, jij zit net een beetje... Nee, ik voel net zo'n beetje... Het is al lang geleden dat we naar de kapper konden, dus dat is veel haar. Ja. Volgens de afmeting van de auto is is net niet, net niet ruim. Dat is die ranke Italiaanse lijn. Dat is dan wel weer waar. Maar qua beleving zo, zeg maar die Ghibli trofee was echt gewoon heel ruig. Ja. Had ze hier een trofee badge op moeten plakken? Is het niet meer een GTS of zo? Ik weet die nomenclatuur van Maserati, daar wisselen ze zelf ook wel in. Ja, die was er natuurlijk al en ze hebben hem geüpgrade en dan is het Trofeo. Maar op de een of andere manier is het inderdaad... Kijk, BMW en Audi doen ook... Er is geen BMW M7 en er is geen Audi RS8. En de Mercedes plakt die AMG badge wel overal op, maar ook de S-AMG's zijn wel... Het is wel softer of zo. En je hebt ook nog de van de E, et cetera, heb je ook nog de net niet volle AMG. De 53. Ja. De 40 modellen. Zo voelt dit meer. Het is een Trofeo Line. Trofeo Performance. Oh, je beledigt ze echt tot op het pot, die Italianen nu. Ja. Of niet? Ja, misschien dat er nog een versie komt zonder achterbank. En dan geen airco en dat hij dan 30 kilo minder weegt.
de Maserati Quattroporte Stradale. MC Stradale. MC Stradale. Dat is wel weer een naam die we wel weer terug zouden willen zien. Ja, maar dan moeten ze ook qua geluidsbeleving iets meer doen. Wat een zeikverhaal wordt het. Nou ja, het wel. Dus de dikste Quattroporte ooit. Ja, maar uiteindelijk over de SQ4, zeg maar, waren we enthousiaster dan. Ja, en toen hadden we ook zoiets van, wow, als er dan nog iets komt wat hier echt overheen gaat, dat zal wel helemaal de shit zijn. Ja, maar dat is het uiteindelijk niet. Wat hadden we daarvoor moeten doen? Meer herrie. Meer herrie? Misschien toch dan ook wel een vierwielaandrijver, omdat dit is wel grappig, dat hij een beetje glibbert. Alhoewel Maserati daar niet fan van is, als we dat daadwerkelijk met heel veel auto's doen. Zo is het ook. Maar dan, deze is logischer met vierwielaandrijving. Voor het gevoel. En wat niet helpt, is dat we recent een Mercedes S-klasse hebben gereden. En dat de Duitsers in die categorie auto's echt wel zoveel verder zijn met alle systemen, alle dingen qua afwerking, alle knopjes en dingen zijn zo gek en wild luxueus, dat dit dan voelt wat... Dat is saai Duits. Ja, dat is waar. Dat is een beetje als van een opaatje met een espresso-machine die... zelf alles voor je staat te malen en te doen. Of zo'n Duits Siemens-apparaat. Nee, maar deze is veel beter. Eén knopje en daar komt koffie uit. Ja, precies. Kijk, en hij geeft nu een melding dat hij even schoon moet worden gemaakt. Nee, maar is dat dan fijnere koffie? Een fijnere koffiebeleving? Nee. Nee, dat heb je dan misschien wel weer gelijk. Maar dan had deze misschien nog wat Italiaanser moeten zijn. Om dat gevoel waar te maken. Ja. Hij zit er nu net een beetje tussenin voor mijn gevoel. Oeh, echt een gevaarlijke auto dit. Jij zo'n ervaren bestuurder bent. En wederom, we proberen gewoon recht door te rijden. Het is niet een bochtig parcours hier. Nee, het is gewoon even door. Ja, dus hij had dat. Het sausje nog speciaal. Maar waarom werkt het in een Ghibli dan wel? Wat maakt het in een Ghibli dan? Ja, het enige wat ik kan verzinnen is dat hij wat korter is en wat minder weegt. Ja, en wat iets meer geluid maakt. Ja, en dan minder gewoon... isolatie. Ja. Dus de beste Quattroporte is een Ghibli. Of, dat is wel heel klein, voelde die van binnen ook weer niet. Nee, of gewoon die met de V6. Ja, maar die heeft niet dat gedoe als je hard rijdt. Nee. Maar dat is misschien een auto waarmee je gewoon het gezin mee op wintersport wil gaan. Dus dat eigenlijk maar dan wat je wil je dan een Quattroporte? Ja, het is een moeilijke auto. Stijlvol aankomen in welke kant gaan we op? Links? Ja, laten we maar doen. Doe links van, ja? Maar het maakt helemaal niet uit waar we heen rijden. Het gaat om de reis, niet om de bestemming. Precies, ja. Anders had je wel zo'n Duits apparaat kunnen kiezen. Er is wel heel veel water. Je plassen en zo. Het is wel een beleving. Hadden wij samen in een S-klasse of in een S8, hadden we niet zo zitten lachen. Nee, dat is dan wel waar. Dan had je die auto hiervoor gewoon in kunnen halen en zo. Ja. Conclusie. Kosten trouwens. Pluspunt altijd bij Maserati is dat ze exclusief zijn. €228.000. €226.000, nou ja, zoiets. Maar heeft hij wel verwarmde armsteunen? Nee. Oh. Nee. En die stoelmassage? Nee. Maar hij heeft wel alle veiligheidssystemen. Adaptieve cruise control, lane departure warning. Heb je zo'n display? Nee. Nou ben ik niet zo van heads-up display, dus dat boeit mij niet zo. Hij heeft wel een touchscreen, dus kan hij op het scherm doen. Met CarPlay? Met CarPlay. Dus dan kan hij altijd alles. Dan maakt de rest het niet meer uit. Dus, binnen het autoblogadvies, koop een Ghibli Trofeo. Of een Maserati Quattroporte SQ4 in de Grand Sport. En een beetje een leuk kleurtje. Ja. Zwart helpt ook niet. Dit interieur kun je ook gewoon in die Grand Sport krijgen. Ja. Met het rode leer en zwarte Alcantara. Ja. Maar inderdaad, geen zwarte of grijze. Zoals die Ghibli, dat blauw. Ja. Dan is het meteen veel meer auto. Leuk kleurtje. Nou, mooi. Dat is dan de conclusie. En hebben we best kort en bondig gedaan. En inhoudelijk en zo. Ja, daarom. Ik ben blij dat jullie het hebben gered. Als je dit hebt gered tot het einde, nou, gefeliciteerd. Je hebt de hele video uit kunnen kijken. Knap van je. Dat je het volhouden qua attention span. Vergeet je niet te abonneren.
Want ja, anders mis je al deze mooie content, gaat ik nog heel veel leuke auto's rijden. Veel meer Maserati Quattroporte varianten. Nee, ze zijn nu allemaal op. Oh, oké. Volgens mij. Nou, maar als je abonneert, dan weet je niet wel zeker dat je dat niet mist. Ja, precies. Thanks, doei. Dag.